Yo guys, let's see met vandaag een nieuwe video. En vandaag is het een speciale video, want ik heb heel veel te announcen. Natuurlijk, hè, de 40 uur livestream. What the fuck is dat? Ook nog een live seizoen van Minecraft UHC. En ik ga dat straks allemaal uitleggen. Er zullen echt enorm veel vragen zijn. Ja, wanneer is het? Waarom Bos+ Plus? Denk dat je iets van geld gaat ophalen? En bovenal, waarom doe je deze? Nu, eerst de livestream is van 27 oktober vanaf 12 uur middags tot 28 oktober 12 uur middags. Nu, Bos+ Plus als organisatie. Waarom? Misschien moet ik eerst uitleggen wat Bos+ Plus is. Bos+ Plus is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos in Vlaanderen en meer bos in de wereld. Nu, zo gaan ze bijvoorbeeld in beroep tegen Vlaamse bedrijven die van plan zijn om grote ontbossing te doen. Maar ze doen ook kleinere dingen zoals boswandelingen en ze zijn zelfs actief in Bolivia. Nu, als je geld stort, vooral wordt dat gebruikt. Nu, zoals ik al eerder zei, eigenlijk 10 seconden geleden, is Bos+ Plus actief in Vlaanderen en Bolivia. Nu, dat betekent dat Bos+ Plus is opgesplitst in twee VZW's. Dat is Bos+ Plus Vlaanderen en Bos+ Plus Bolivia. We hebben gekozen voor Bos+ Plus Vlaanderen, waarop Bos+ Plus Vlaanderen ons dan meer aansprak dan Bos+ Plus Bolivia, I guess. Maar voor ons is gewoon het belangrijkste dat het voor Bos+ Plus is. En dat het nu voor Bolivia of voor Vlaanderen is, dat maakt op zich ons niet zoveel uit. Maar ja, om toch iets te kiezen hebben we Bos+ Plus Vlaanderen gekozen. Dit geld wordt gewoon beter gebruikt voor ja, meer bos, bosbehoud en etcetera, etcetera. Nu, waarom deze organisatie? Klimaatverandering is een heel groot ding aan het worden, of is eigenlijk al een heel groot ding. En toch blijven we maar bezig met massaal kappen van bomen. En ja, dat is gewoon stoem eigenlijk. Want ja, als er nu echt één koning is in het opnemen van CO2, dan zijn het op bomen. Laten we eerlijk zijn, Vlaanderen wordt echt gewoon volgebouwd en het zou veel leuker zijn mocht die regio wat meer bos hebben. Nu, vraag nummer 2. Denken we veel geld op te halen? Ja, eigenlijk niet. Oké, nee, even serieus. Vraagt om veel geld op te brengen? Nee. Nu, het minimumbedrag is, wat wij erop mikken, is 100 euro. En met 200 euro zou ons doel echt al meer aan volbracht zijn. 200 euro zou wij super vet zijn. We zijn twee kleine YouTubers en 200 euro voor een goed doel zou niet slecht zijn. Desnoods stort ik zelf wel wat meer geld om gewoon aan het minimum te komen. Ja, het is een beetje cheaten, maar ja, we zien wel. Trouwens, nooit belangrijk, de manier waarop je geld kunt doneren is via PayPal. Als je iets doneert, dan gaat er zo'n iets in de stream komen van hoehoe, puntje puntje heeft gedoneerd. En ja, dan kunt je zo'n message kiezen en die dingen. Nu, don't worry als je geen PayPal hebt. Of toch een beetje. PayPal is makkelijk aan te maken en je kunt rechtstreeks geld doneren van uw bankkaart op uw PayPal. Je moet ze wel linken aan elkaar, maar voor de rest moet er normaal gezien niet zoveel gezeik bij komen kijken. Om de vragenronde af te sluiten, waarom doe ik dit? Nu, ik wou eigenlijk altijd al zo'n stream doen, of ja, eigenlijk zo'n stream, maar ik had nooit echt de gear, laat ze aan de vrienden om het mee te doen. Akkoord, ik heb maar 450 plus subs, maar ik wil ook gewoon mijn steentje bijdragen. Ik hoor veel mensen denken van, ja, is er dan geen andere manier om je steentje bij te dragen? Die zijn er zeker, daar ga ik mee akkoord. Maar ik denk dat dit wel een leuke manier is om een steentje bij te dragen, want ik ben echt heel veel bezig met YouTube en dat leek me echt super nice om dat te combineren met de Warmste Week. Ja, het is voor de Warmste Week, maar als je dat nog niet door had. En nu hoor ik nog meer mensen denken van ja, doe jij je deeltje eigenlijk wel buiten deze livestream? Zeg je niet fucking hypocriet of zo, dat elke zomer met het vliegtuig op reis gaat en ja, die dingen en zo. Nu, buiten deze livestream doe ik ook wel mijn deeltje. Ik probeer ook mijn deeltje te doen, meerdere dagen per week. Eet ik vegetarisch, ik neem bijna nooit auto, ik neem altijd openbaar vervoer. Of ik ga met de fiets of zelfs te voet gewoon als het openbaar vervoer u in de steek laat. En laten we eerlijk zijn, dat gebeurt wel af en toe. En tenslotte neem ik bijna nooit het vliegtuig. Nu, ik hoor heel veel mensen denken van dude, die zijn net naar Barcelona geweest met het vliegtuig. Nu, mijn ma wil gewoon eens op reis gaan, maar zou eens een keer verder gaan. En ze zag dat niet zitten om helemaal naar daar te rijden. Ik versta dat perfect en dan was vliegtuig gewoon een betere optie. Nu, ben ik van plan om meer te doen? Tuurlijk. En dat zijn allemaal van die kleine projectjes. Het zijn zo allemaal wel leuke video-ideeën. Ik moet het nog een beetje zien uitwerken. Maar het gaat wel fucking nice worden, denk ik. Ja, denk het wel. Net zoals vorig jaar. Vorig jaar had ik ook gezegd met mijn nieuwe PC van oh boys, ik denk dat het wel nice gaat worden, nieuwe kwaliteit en zo. En ik denk dat het uiteindelijk wel redelijk nice is geworden, dus nu normaal gezien ook. Nu, wat Aaron zijn motivatie is, geen idee. Geen idee. Stream vind ik sowieso al super vet. Het heeft je eigenlijk wel een andere vibe dan video's meegeven. Ik heb al een paar keer gestreamd en het nice eraan is dat je ook interactie kunt hebben met de mensen zelf. En dat vind ik juist aangenaam eraan, wat ik al 3 keer gezegd heb. Dat Glitcher mij het aanbod gaf om 24 uur te livestreamen is geweldig. Ik heb er ook niet lang moeten over nadenken. Al is het wel even zoiets van 24 uur doe ik dit wel, maar ja. Het lijkt me wel super vet. Nu ja, voor het milieu, wat doe ik sowieso voor het milieu? Sowieso sorteer ik mijn afval. En dan denk je waarschijnlijk, ja, maar dat doet iedereen toch? Ja, en zo hoort het ook dat iedereen dat doet. Af en toe, dat klinkt bijna crazy, maar soms raap ik dus echt papier en flesjes van straat. Hè. Dus stel, ik stap in mijn auto en ik zie een blik aan mijn voeten staan, ga ik het gewoon oprapen en ga ik het ergens in een vuilbak gaan proppen. Sowieso probeer ik ook binnen eigen stad zoveel mogelijk de fiets te gebruiken, ja. Oké, ik kan me voorstellen dat in Antwerpen openbaar vervoer gebruiken een heel stuk makkelijker is. Je hebt vlottere verbinding bijvoorbeeld in grotere steden. Maar hier in Menen, ja, is er sowieso al niet veel te doen in Menen. En bijvoorbeeld treinverbindingen en al, we hebben maar 1 lijn die loopt door Menen. En bijvoorbeeld tram en wij dus niet. Dus openbaar vervoer is hier wat moeilijker, maar daarom gebruik ik sowieso al de fiets. En als ik de auto gebruik, probeer ik... te carpoolen. Nee. Ik heb eigenlijk ook nog maar 1 keer in mijn leven een vliegvakantie gehad. Maar ja, dat kan ook liggen omdat vliegvakanties... Het kan ook wel liggen aan het feit dat vliegvakanties wat duurder zijn. Maar op zich probeer ik sowieso wel vliegvakanties eigenlijk te vermijden. En nu denk je waarschijnlijk, ja, dat kan toch veel beter. Klopt, ik ben er ook van vertuigd dat ik veel beter kan. En dat we allemaal veel beter kunnen. Vandaar dat ik ook voor een stuk deze stream wil doen voor Bos+ Vlaanderen. Omdat... Het is toch weer een stukje beter dat we kunnen doen. Oké, bedankt Aaron voor uw motivatie even uit te leggen. Maar nu, de planning van de avond, yes! Om 12 uur beginnen met de welkomstshow, dat we de stream rustig aanzetten, dat we onszelf een beetje introduceren als dat nog echt nodig is en dat we langzaam op gang schieten. Daarna gaan we tot 1 uur stickfight games spelen en vanaf 1 uur spelen we de Excepis 2. Hoe de fuck zeg je dat? Is dat juist gezegd? I don't fucking know. Maar goed, de lessen Nederlands, dat is voor een andere keer. Dat is Engels. Want vanaf 2 uur speel Agario. Iedereen kan gewoon meedoen. Waarom Agario? Ik weet niet. Dat lijkt mij grappig. Om gewoon Agario te knallen. Waarom niet? Waarom niet? Vanaf 3 uur speel ik City Skylines. Samen met Aaron. We gaan een 1v1 doen. En degene die het meest inwoners heeft... tegen het einde van het uur, die wint en de andere moet zo'n challenge doen. Dus we moeten wel nog weten welke challenge, maar we verzinnen wel iets grappig. Maar dan van 4 uur tot 6 uur gaat het een van de grootste live evenementen zijn van onze livestream. En dat is Minecart UHC, warmste editie 6-in-1. Mocht je niet weten wat UHC is, kijk dan de eerste aflevering van Minecart UHC seizoen 1 en heel veel dingen worden duidelijk. Nu, ik ben fucking blij om het eerste spin-off seizoen te announcen. Wat dit inhoudt, dit seizoen gaat live zijn, dus niet op voorhand opgenomen. En dat betekent dat jij kunt meedoen. In de link staat er een comment waarin je kunt inschrijven. Het zijn met teams van 3 en dan kun je het tegen ons opnemen op 27 oktober om 4 uur. Je moet gewoon om 4 uur in de Discord zijn en dan gaan we rustig met een match beginnen. En dan kun je het opnemen tegen mij, de Minecraft koning. Kun je mij fucking lesje leren, snap je? Ik ben ook in een team van 3. Ik heb 2 volgelingen, dat zijn natuurlijk Aaron en Jaren. Jaren gaat naar mij komen die zondag en dan gaan we UHC spelen. Iedereen mag meedoen. Uw mama, uw papa, uw hamster, I don't fucking care. En ja, je moet gewoon een team van 3 zijn. En mocht je geen 2 andere teamgenoten vinden, stuur dan gewoon even... een privébericht naar mij of plaatsen hier een comment hier in de beschrijving en dan zoeken we een oplossing. Nu, de regels zijn eigenlijk zo goed als helemaal hetzelfde eigenlijk. Natuurlijk niet cheaten, what did you expect. Als je een hartje verliest kun je het alleen maar terugkrijgen door een golden apple of een potion of health. En er is een border die kleiner en kleiner en kleiner wordt en er is geen deathmatch. Nu, de paar dingetjes die een beetje anders zijn, is dat wanneer je dood bent, dat je wel nog in de kalm mag blijven met je teammates. Want dat was bij Minecraft UHC seizoen 1 niet. Als je een YouTuber bent of een Twitch streamer, zeg maar iets, moet je dat bij mij ook perfect opnemen of livestreamen. Dat maakt niet uit, doe maar mee wat je wilt. En als ik nog iets ben vergeten te zeggen omtrent Minecraft UHC Warmste editie seizoen 1, dan gooi ik het er nu in de edit. Na het live Minecraft UHC seizoen gaan we eten en we gaan een soort van podcast doen ofzo. We gaan rustig een beetje eten, misschien al gelijk gewoon beginnen met een spelletje spelen. We zien nu altijd niet een officiële planning ofzo, dus gewoon een beetje richtlijnen van wat willen we doen tussen die uren. Het was misschien een soort van podcast. Een soort van podcast en misschien beginnen we gewoon al met het spelletje te spelen, we zien wel. Want het spelletje wat we gaan spelen is Star Wars Battlefront 2. We gaan dit doen tot 8 uur, we gaan van alles doen in de game, we gaan Ewok Hunt doen, we gaan Captain Supremacy doen, we gaan Galactic Assault doen. Het wordt episch, geen campaign, want van de campaign heb ik een let's play en de campaign sukt een beetje. Vanaf 8 uur springen we terug in Minecraft en we gaan op de Minecart Survival server spelen. De Minecart Survival serie, dat is zo die serie waarin ik met andere YouTubers op een survival server speel. Daar zijn ondertussen al 6 video's van op mijn kanaal en nog veel meer video's op andere mensen hun kanaal. Wat wij gaan doen, wij gaan een gigantische mob spawner bouwen in de vorm van een gigantische boom. Het is dus een beetje een stoem idee, maar langs de andere kant ook wel echt heel leuk. Want elke keer als we daar langs gaan bij dat bouwwerk, dan zeiden we van ja, dit hadden we gebouwd tijdens een 24 uur stream. En dat leek ons fucking cool. Dat is ook cool. Van 10 uur tot 12 uur spelen Aaron en ik nog GTA 5. We gaan gewoon van alles doen aan multiplayer, die ondertussen wel iedereen weet wat GTA inhoudt. Oké, we gaan de nacht in en dat betekent dat Aaron zijn slaap gaat pakken. Ik ga dan 4 uurtjes alleen streamen en het gaat zowel gletsjer nostalgie zijn. Nu dat klinkt heel wak, heel leem, maar ik heb een leuk idee voor de 4 uur dat ik alleen aan het streamen ben. Van 12 uur tot 2 uur zit ik CSGO competitive te solo queuen. Ik ga proberen upranken, ik ga mijn best doen en ja, hopelijk doe ik die nice plays. Maar dan van 2 uur tot 4 uur. Ga ik Outlast en Outlast 2 spelen. Ik ga op de hoogste difficulty spelen en ik ga waarschijnlijk gewoon spelen totdat ik dood ben. Wanneer ik ga slapen gaat Aaron 4 uurtjes streamen en dat is natuurlijk om 4 uur. En hij gaat beginnen met Euro Truck Simulator 2. Vanaf 5 uur gaat hij Rocket League spelen en circa half 7 gaat hij Trackmania doen tot 8 uur totdat ik terug ben. Dan om 8 uur is er een rustige ochtendshow. Waar ik rustig wakker word, dat gaat een beetje hetzelfde zijn zoals het eten, zoals om 18 uur. Ja, en dan gaan we waarschijnlijk ook weer terug gewoon rustig een spelletje spelen, we zien wel. En vanaf half 9 gaan we Golf It With Friends spelen tot 10 uur. En vanaf 10 uur gaan we Skywars spelen op Minecraft. We gaan dus nog de laatste keer terug naar Minecraft voor in die stream. En vanaf 11 uur gaan we tot het einde van de stream. Tot 12:15 of zo gaan we nog stickfight spelen. We gaan gewoon eindigen waarmee we begonnen zijn. Nu, ik hoop dat ik jullie terugzie op de stream. Ik heb er enorm veel zin in. En vergeet u zeker niet inschrijven voor de Warmste Week. En dan ga ik deze video afsluiten. Mocht er nog vragen zijn, leave it down in de comments. En ja, ik zeg ciao.